Dames en heren, welkom bij de nabeschouwing van deze wedstrijd. De wedstrijd gewonnen door Waasland Bever, zeer belangrijk met 1-0. Bij ons de coaches en ik ga traditiegetrouw beginnen met de bezoekers, Yves van Dragen. Goedenavond. Ja, welkom op de Freetiel. 1-0 verlies, is het een juiste uitslag volgens jou? Ja, zij hebben één keer gescoord en wij niet, dus dat zal juist zijn. Hè? Ja. En het was inderdaad een prachtig doelpunt. Ik denk dat we vooral vanaf het begin ergens wel de bal gekregen hebben van Waasland. Dat wij het spel moesten maken. En dat we toch overal in de passing misschien net niet juist genoeg waren. En dat Waasland zich heel fel verdedigde. En dat is ook wel normaal in de situatie dat ze staan. En dan breken ze de match open met die fantastische vrije trap van Maric. En dan juist voor de helft hebben we een tandje bijgestoken. Een paar kantjes gehad. En dan zie je dat we vandaag onmondig waren. Dat we niet klaar waren voor het doel. En dat heeft zich ook verder gezet in de tweede helft. Waar we heel veel balverlies hadden vooraan. Waar we geen kansen konden bij elkaar spelen. En dan kun je niet scoren. En er was geen overtuiging in onze acties. En dan kun je zeggen dat Waasland verdiend met 1-0 gewonnen heeft. Ja, geen overtuiging, een aantal slechte passen, slordigheid in het spel, als ik het zo mag zeggen. Ik hoorde door sommige van mijn medesupporters zeggen van ja, dit heeft iets te maken met de overwinning van vorige week van Kortrijk tegen Brugge. Beetje decompressie, geloof je daarin? Goh, ze hebben er inderdaad wel van genoten dat we gewonnen hebben, maar die 3 bonuspunten zijn we nu wel kwijt. En als ik dan al een signaal zou gezien hebben op training van ze nemen het niet serieus of ze onderschatten die wedstrijd, dan ging ik zeker ingegrepen hebben. Maar ik heb deze week eigenlijk meer gezien dat ze een extra boost gekregen hadden met de winnen tegen Brugge. En waar ze op training heel veel kwaliteit gebracht hebben met afwerking, met centers, met controles op een veel slechter veld dan waar we vandaag op gespeeld hebben. En dan zie je vandaag dat het allemaal niet goed was. Dat het allemaal juist niet was. Slechte controles, slechte inspeelpassen, slechte keuzes. En ja, dan kun je niet scoren. En dan was er geen overtuiging. En dan verlies je gewoon. Ja, is deze neerlaag een gevolg van de zwakte, als ik het zo mag zeggen, van Kortrijk? Of van de sterkte van Waasland Bever? God, ik denk dat het een beetje de waarheid in het midden ligt. En dat wij zeker niet ons voetbal gebracht hebben wat dat we wekelijks brengen. En langs de andere kant heeft Waasland hun verbeterheid getoond. En dat is hun volste recht. Ik heb er echt geen enkel probleem mee. Dan moeten mijn spelers misschien nog beter tussen de lijnen en preciezer gaan spelen en sneller spelen. Dus dat is de verdienste van Waasland. Ja, en volgende week Westerlo? Daar kan je revanche nemen, hè? Ja, we moeten thuis dan de punten pakken. We hebben nog 2 wedstrijden thuis. Westerlo-Cerkel. En ja, dat is nog allemaal niet van moeten, maar toch, we hebben ons eigen parcours. Ik heb niet gezegd dat ze mochten kijken naar andere ploegen. En dat we dan toch nog zelf punten gaan moeten pakken om dan bij de eerste 6 te horen. Ja, maar dat zal wel niet meer in gevaar komen, die eerste 6? Ja, toch wel. Het is toch, ik kan niet zeggen, bang afwachten wat er morgen gaat gebeuren. Ja, geef mij dan maar liever Charleroi verliezen en Lokeren verliezen, dan blijven we dezelfde punten voorstaan. Er moeten altijd, elke week zijn er winnaars en verliezers. Dit weekend zijn we zeker de verliezers. Oké, dat is duidelijk. Yves van Dragen, dankjewel. Ja, dan ga ik naar een gelukkige coach. Guido, dit was Brepels Guido, denk ik. Nee. Ik ben wel gelukkig vandaag dat we vandaag gewonnen hebben. En ik moet zeggen, ook naar Genk, moeten we op die basis verder werken. En op eerste plaats moeten we enorm rustig blijven in de kleedkamer. En geloven in wat we bezig zijn. We hebben iedere week een stap vooruit gezet. Als ik hier zit, de eerste match hier tegen Zulte-Waregem zie. En ik zie nu onze ploeg nu zien spelen. En balverlies heb ik het over de organisatie. Ik kan alleen maar heel tevreden zijn. Ik vond het balbezit dat we nog veel te slordig waren. We hadden momenten gehad om uit te komen, maar dat deden we niet goed. Dat is de volgende stap en daar moeten we hard aan werken en moeten heel rustig blijven. En we zijn enorm blij met de 3 punten, enorm blij. En zeker met de uitslag van de andere ploegen. Ja, lijkt wel ideaal. Moeten we nog blijer zijn, maar nu met de volgende 2 wedstrijden staan daar in Gent. Ja. Dus, maar je ziet, het kan ook. Hè. Het kan. Je kunt tegen iedereen winnen, je kunt tegen iedereen verliezen. We hebben het nu in eigen handen. Guido, hoe belangrijk is dat voor de spelers? Ja, als ik zie naar de wedstrijd, die ontlading is ongelooflijk. En dan bedoel ik mee, niet die 11, maar
Ik denk al die 18 spelers die na de wedstrijd net over kampioen waren. En dat is een goed teken in de groep, want ik heb toch een paar keuzes gemaakt vorige week van de jongens te zetten. Wat ik dacht van dat die klaar waren. En dan moet je toch ook een paar mensen, vaste waardes, die eigenlijk het niet verdienen op de bank te zitten. Maar hoe die mensen daarmee omgaan, ik kan alleen maar chapeau zeggen. En dat is ook een verdienste van hun, dat zij daar heel positief zijn. En komen ze in de ploeg, dat ze dan ook alles geven wat ze in hebben. En dat is de enige manier om op hoogste niveau te blijven, denk ik. Ja. Ik had deze week een goed voorgevoel. Hoe raar het ook mag klinken, ik had een goed voorgevoel. Jij had vooral een plan, heb je gezegd in de krant. Jij hebt een plan. Is het plan uitgekomen? Is het plan gelukt? Ja, omdat ik vind Kortrijk vind ik een fantastische voetballende ploeg. En een goede organisatie. En dan moet ik zeker Yves chapeau aan zeggen. Want hoe ze hebben gespeeld tegen Club Brugge, niet alleen. Want iedereen heeft Club Brugge tegen Club Brugge, maar ook die andere wedstrijden. Ze creëren altijd 3-4 open kansen en, door manier van spelen. En we hebben iets tegenovergesteld en we dachten van kijk, we gaan het zo neerzetten omdat we daar misschien de mogelijkheden hebben. En dan scoren we op het juiste moment en dan komen we in de organisatie terug, dan moeten zij het spel gaan maken. En ik zeg nogmaals, onze organisatie moet met de week beter en daar hebben we opgebouwd. Maar nogmaals, de balbezit moet beter. Balbezit moet beter. Heb je even gevreesd ook voor het scenario van KV Mechelen? Nee, niet meer. Heb je daar in de rust niet naar verwezen? Nee, absoluut niet. Want op Genk was het ook al een uur, 70 minuten, al redelijk goed. Krijgen we dan een dom doelpunt tegen, waar ik altijd op mijn maag lig. Waar ik er niet echt goed van ben. Dat is een punt wat we eigenlijk weggegooid hebben. En op de trainingen zie je ook, de beleving is er. Ze willen, en als je ziet op de training, als die beleving er is, en ze willen. En ze willen werken, en ze weten dat ze moeten stappen vooruit moeten zetten. En iedereen moet er aan meewerken. Maar ik heb vandaag het gevoel van, dat moet vandaag lukken. En ook het tweede punt, misschien, ik heb in mijn leven 4 keer tegen Kortrijk gespeeld, 5 keren. En ik heb thuis, met zijn truien, nog nooit tegen Kortrijk verloren. Ja, dus jammer. Dat we volgende week niet tegen Kortrijk opnieuw mogen. Dus thuis heb je over, hè? Niet uit, maar nee. Dat ligt me een beetje goed. Maar nogmaals, chapeau aan de jongens toe. En het moet een stap zijn naar de volgende richting. En ik heb nu gezegd, nu staan daar volgende week. Wie weet, als we dan kunnen thuiskomen de 3 punten, ja, dan is het zeker... Eigenlijk van een dam, denk ik. Ja, als we van de 3e kunnen winnen, kunnen we ook misschien van de 4e of de 5e in de stand winnen. Ja, maar zo werkt het niet, denk ik. Nee, zo werkt het jammer genoeg niet. Hoe viert Guido Brepoels een overwinning zoals deze? Ik ben juist binnengekomen op mijn bureau en zaten 3 mensen een pintje te drinken. Ik zeg, ik was al met Sandaar bezig. Ja. Dus, zei iemand tegen mij, ik zou van genieten. Nee, lang of we niet gered zijn, moeten we blijven focussen op de volgende wedstrijd. Ja, misschien binnen enkele weken dat we dan wel... Het is te hopen en... gaan vieren. Als het lukt, en het zal nog een hele lange weg zijn, dat moeten we niet vergeten, dat mogen we niet gaan verslappen. Nee. Ik verslap nooit in mijn leven, dus de spelers ook niet. En dan kunnen we ons redden, anders niet. Ja, ik onthoud dat we een belangrijke stap hebben gezet, maar dat we er nog lang niet zijn, dat we niet euforisch mogen zijn. Guido, nogmaals felicitaties voor de zeer mooie overwinning. Dank je wel. En succes. Volgende week opstaan daar. Zijn er vragen vanuit de zaal, vanuit de journalisten, voor een van deze trainers? Ja, Alexander, voor lief. Ik ga even de vraag herhalen voor de supporters in het stadion. Dus je was vorige week zeker overtuigd van het behalen van play-off 1. Nu klink je toch iets voorzichtiger. Vanwaar die omslag? Ik weet niet of ik echt overtuigd ben verleden week. Ik denk dat ik misschien de trainer ben die al heel veel gerelativeerd heeft. En dat je weet dat je elke week opnieuw vol aan de bak moet. En vandaag weet je dat er inderdaad verlies in zit ook. Zo dicht is het allemaal bij elkaar. Maar dat ik hier zit te panikeren naar volgende week toe, is ook geen waar. Dus ik heb echt wel geloof in mijn spelers dat we met een betere prestatie toch weer nog overwinningen gaan halen. Dus ik ben niet tevreden over de prestatie, maar ik kan toch moeilijk heel de boel gaan sofferen en alles gaan veranderen. Dat is absoluut de bedoeling niet. Goh ja. Het was gewoon een off-day. Ja. Ja, dat is kort en duidelijk. Ja, ik denk dat we daarmee kunnen afsluiten. Of die van Kortrijk, maar toch ook misschien een verdiende overwinning van Waasland Beveren door de mooie organisatie die ze hebben neergezet. Ik dank jullie allemaal en ik zie jullie graag binnen 2 weken terug hier op de